Goedemiddag en welkom bij deze aflevering van In Gesprek Met. De BTW-wet, de belasting op toegevoegde waarde. Het is nog steeds heet hangijzer. In DNA moet erover vergaderd worden. Het is nog niet helemaal gelukt om dat te doen. De IMF vraagt dat de wet veranderd wordt. Gaat dat ook gebeuren? Dat is nou precies de vraag. Maar hoe moet het worden veranderd? We gaan in gesprek met de heer Stanley Isaias. Hij is belastingwetenschapper en hij heeft ook een nieuw voorstel als het gaat over de BTW. Meneer Isaias, kunt u even in makkelijke bewoordingen uitleggen wat BTW is en waarom wij het betalen? BTW is een omzetbelasting die wordt geheven over de toegevoegde waarde. Zo heet dat ook in die stukken van de assemblée. Mm-hmm. En wat dat betekent in de belastingwetenschap is dat je alle activiteiten overal ter wereld die waarde creëren en waarde toevoegen, op dezelfde manier gaat belasten wanneer ze leiden tot consumptie binnen Suriname. Okay. Dat noemen we binnenlandse consumptie. Dus een voorbeeld, als je een jurk maakt in Paramaribo en je gebruikt een patroon uit Parijs, you know, materiaal, fabric, weefsel uit Pakistan, dan worden al die activiteiten op dezelfde manier belast in Suriname als wanneer je de jurk had gemaakt in Parijs of in Pakistan. Steeds een percentage van de transactiewaarde. Dat is de BTW. Okay. Steeds een percentage van de prijs. Hetzelfde percentage. Mm-hmm. Dus het is anders dan heel wat andere omzetbelastingen, zoals de omzetbelasting die wij hebben gehad. Of de sales taxes, waar mensen vaak over praten. Sales tax is gewoon Engels voor omzetbelasting. Okay. Maar wat men bedoelt, wanneer men dat zegt, is men bedoelt zeg maar een winkelbelasting. Een belasting die je heft in de winkel, in plaats van zoals bij de oude omzetbelasting aan de grens. Dus er was een keuze te maken in Suriname, ja, van wat gaan wij doen. Wij hebben die omzetbelasting ingevoerd en toen hebben wij gezegd, wij moeten dat evalueren. Het was 20 jaar of langer geleden, 1997. En dan heeft men 12 jaar lang gewerkt aan een BTW in Suriname. En dat is nu ingevoerd. Dus de keuze is gemaakt om een belasting over toegevoegde waarde te heffen. Er zijn ook verschillende manieren om die BTW te heffen. Maar wij hebben dus gekozen voor een manier die zegt, altijd de waarde van een factuur, een verkoopfactuur, die wordt belast. Dus als je naar de winkel gaat of als een bedrijf inkopen doet en hij betaalt 100, dan komt daar 10% BTW op. Dat is zeg maar de methode die we hebben gekozen. Mm. En dan geldt dat die verkoper alle toegevoegde waarde die hij niet zelf heeft gecreëerd, mm-hmm, dus alle zijn inkopen, ja, die moet hij verrekenen. Toch? Anders heb je geen belasting over de toegevoegde waarde meer. Anders heb je een dubbele belasting. En die verrekening wil zeggen dat hij restitutie kan krijgen van belasting? Nou, die verrekening betekent dat hij het verrekent met zijn verkopen. Okay. Dus het moet niet tot restitutie leiden als hij waarde toevoegt. Als hij exporteert, dan is zijn toegevoegde waarde, zijn hele export, mm-hmm, heeft een nultarief, is vrijgesteld. Mm-hmm. Want nogmaals, we willen alle economische activiteiten belasten die tot binnenlandse consumptie leiden. Activiteiten die tot buitenlandse consumptie leiden, exporten, ja, diensten aan het buitenland, ja, die willen wij niet belasten. Dus dat is 0%? Dus dat is nul, daar komt die 0% vandaan. Okay. Dat is de betekenis en de functie van een nultarief. Het heeft te maken met, you know, wat wij in het Engels noemen de border tax adjustment. Deze belasting is heel specifiek ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog. Toen die tarieven, die douanetarieven geharmoniseerd. Mm-hmm. Om zeg maar je binnenlands bedrijfsleven en je binnenlandse productie een level playing field te geven tegenover de import. En een betere positie te geven op exportmarkten. Dus die belasting zorgt ervoor dat hij nooit drukt of niet wil drukken op jouw economische activiteiten in het binnenland, tenzij er wordt geconsumeerd. Maar bij ons drukt het juist wel. Bij ons op heel wat plekken drukt hij. En die wetgeving die nou door de assemblée loopt, die maakt dat erger. Ja. Dus vandaar mijn interventies.
Oké, okay, want de IMF heeft gevraagd dat vooral de BTW-wet wordt aangepast, omdat de inkomsten die geanticipeerd waren, toch niet binnenkomen. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, die formulering is iets anders. Hè? De IMF zegt, die wet zoals hij nu staat, die belast onvoldoende binnenlandse consumptie. Dat is wat het IMF zegt. Dus, maar eigenlijk, het brengt niet genoeg geld op. Hij brengt niet genoeg geld op, zegt het IMF. Ja. Het ministerie zegt van, nou, we hadden wat 4 miljard begroot en we zitten op 1,9 miljard na 6 of 7 maanden. Dus ja. dat moet wel goed zijn. Ja. Is ook niet zuiver. Maar het feit, you know, die zogenaamde policy gap, die bestaat. Mm-hmm. Die wet heeft, even terug, hè. Vandaag is 30 augustus 2023. Ja. Het is precies 12 maanden geleden, 30 augustus 2022, dat de DNA met 26 stemmen voor en 12 stemmen tegen die BTW-wet heeft aangenomen. Ja. En in die wet die op die dag is aangenomen, waren er, you know, wat ik noem kostprijsverhogende vrijstellingen. Mm-hmm. Voor medicijnen, basisgoederen, heel wat andere productiestromen. Of een paar andere productiestromen. En er waren, you know, belastingsubsidies, nul tarieven, voor banken, verzekeraars en een aantal andere transactiesoorten. Ja. Het is interessant, want daar is veel over gevochten en de regering heeft daarvoor gevochten op die dag. Mm-hmm. Toch? Tot op het laatst. Ja. En die nultarieven, die zijn eigenlijk zeldzaam in de BTW, want ze zijn een inbreuk op het concept dat binnenlandse consumptie wordt belast. Dus eigenlijk zegt u, in het buitenland is er geen nul, er zijn er geen nultarieven? Ze komen voor, okay. Maar ze worden beperkt toegepast. Okay. In Nederland hebben wij er een beetje een feest van gemaakt. Okay. Ik noem het een cadeauregeling soms. Toch? Want als je kijkt waar wij het toepassen, mm-hmm. banken en verzekeraars, kunstateliers, dat zie je nergens in de wereld. Nergens in de wereld. Maar die vrijstelling voor medicijnen en basisgoederen die het IMF vandaag eist, ik heb daar ook problemen mee, die vrijstellingen op handelstromen verstoren de concurrentie en de productiecapaciteit in het land. Oké, maar even hoor, voordat u verder gaat. Medicijnen en basisgoederen. Ja. Dat zijn dingen waar wij het al heel erg moeilijk mee hebben. Waarom zou dat belast moeten worden? Maar kijk, het is een heel andere discussie. De vraag is, hoe help je mensen, toch? Ja. Dit is een vraag in de politieke economie. De BTW en alle omzetbelastingen, net als de inflatie, zijn degressief. Ze drukken zwaarder op mensen die het moeilijk hebben. Okay. En zijn makkelijker te absorberen voor mensen die veel meer geld hebben. Ja. Ja, toch? Ja, dat ja, doet de inflatie, ja. Ja. Maar dat doen belastingen op prijzen ook. Okay. Dus inflatie en belasting op prijzen hebben zijn familie van elkaar. En in Suriname zijn ze een heel goede familie. Dus de vraag die dan opkomt is, ja, maar die mensen zoals je zegt, die het moeilijk hebben, hoe gaan zij voor die medicijnen betalen? Wel, de benadering, en dat is ook de benadering van het ministerie, van de regering en van het IMF, wanneer ze praten over die prijssubsidies. Hè? Mm-hmm. Wanneer ze praten over afbouwen van subsidies, zeggen ze, moet geen objectsubsidies hebben. Moet die mensen die het moeilijk hebben, moet je geld geven zodat ze die prijzen kunnen betalen. Toch? Hetzelfde geldt bij belastingen op die prijzen. Het is hetzelfde. Dus de benadering in de politieke economie zeggen we, er is altijd meer vet en vlees onder de huid van een olifant, mm-hmm. dan van een ezel. Je moet gaan waar dat geld is, je moet het daar nemen, ja, ja, ja. zodat je die persoon die het niet heeft, beter kan helpen. Dat geldt ook voor medicijnen en basisgoederen. Rijke mensen hebben meer voordeel aan die vrijstellingen en nultarieven dan arme mensen. Zij consumeren veel meer voedsel, consumeren veel duurdere medicijnen. Waarom zou je niet 3% daarvan nemen en gebruiken voor het ministerie van Volksgezondheid? Zijn er cijfers over Suriname, hoeveel procent rijk is en hoeveel procent arm is? Wel, Suriname is een vrij arm land. En ik weet niet of we daar tijd voor hebben. Ik zou eigenlijk cijfers moeten laten zien. Maar ik heb ingeschat in verschillende presentaties en publicaties dat de binnenlandse consumptie in Suriname heel laag is. Bijzonder laag. Ongeveer okay. 40% van het BBP is mijn inschatting. Mm-hmm. 40 tot 50. IMF gaat blijkbaar uit van 60%. Dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Maar de regering heeft in de 12 jaren dat wij hierop hebben gewerkt, nooit gezegd, dit is de binnenlandse consumptie, dit is de belastinggrondslag van die BTW.
Toch? Men heeft ook niet geïnvesteerd in het ABS. Ik heb werk van het ABS gebruikt, maar men heeft onvoldoende geïnvesteerd in het ABS om dit werk te ondersteunen. En dat breekt ons toch, want die IMF-eis is gebaseerd op een household survey van het ABS van een enkele periode. Dat eigenlijk niet valide is, dat in dit geval. Het is een statistiek. Ja. Het is bruikbaar, maar de manier waarop ik met dat soort dingen omga is altijd, ik gebruik een multi-period. Toch? Ik gebruik in mijn analyse voor Suriname altijd een 10-jaren periode. Okay. Zij hebben 1-jaar periode gehad. Dus dat was onderdeel van mijn gesprek met het IMF op 7 augustus. Samen met de BTW-evaluatiecommissie. En zij waren wel onder de indruk van de argumenten, maar ze zeiden van luister, er is een deal gesloten in juni, bij die tweede review. Mm-hmm. Wij hebben hier niet de ruimte om die deal te veranderen. Dat is nou een prior action geworden. Okay. Dus zeiden ze, als jij dingen anders voorstelt, dan moet je dat toetsen aan wat toen is overeengekomen. En dat heb ik dus ook gedaan. Maar dat laat ons heel weinig beleidsruimte. Heel weinig. Okay. En ik denk dat als je hier doorheen komt, door dit moment heen komt, dat wij, als wij bereid zijn te gaan met een solide delegatie, dat wij wel met IMF moeten kunnen praten over hoe een aantal dingen anders moeten. Ja. Maar, you know. Ja. In de huidige wet zijn er onbelastbare, dus niet belastbare sectoren, waaronder casino, verzekeringen. Hoe zit dat stukje precies in elkaar? Is dat oké om dat te doen of moet dat veranderen? Kijk, er zijn in de wereld van de BTW vaak vrijstellingen, toch? Zoals wij ze hier ook hebben. Zie je overal. Ja. En vrijstellingen worden verdeeld in technische vrijstellingen en zeg maar sociale vrijstellingen. Dus het is best gebruikelijk om gezondheidszorg vrij te stellen van BTW. Ja. De dienst van de arts, de dienst van het ziekenhuis. Okay. Het is niet gebruikelijk om medicijnen zelf vrij te stellen van de BTW. Ik kom zelf uit de medische wereld. Ik heb in de medische technologie gewerkt. Mm-hmm. In de transfer pricing en cross-border taxation. En ik heb heel wat werk gedaan in heel wat landen over prijzen. Toch? Ik heb nergens een BTW-vrijstelling gezien op medische producten. Ik heb wel tariefdifferentiaties gezien. Ik heb nergens een nul. In Engeland heb je een nultarief op bepaalde medicijnen. Yeah. Maar het is ook heel beperkt. Hè? Het is op zeg maar het staatsziekenfonds van Engeland, de NHS, als ik het zo mag noemen. Yeah. Die krijgt een nultarief. Dus ik heb daar gewoond, ik heb 25 jaar in Engeland gewoond. En ik kocht soms medicijnen op particulier recept, maar ik had ook recht op medicijnen van zeg maar het staatsziekenfonds. En dan was er een verschillende BTW. Als ik het op particulier recept kocht, dan betaal ik gewoon 17,5% BTW. En als ik het op staatsziekenfonds kocht, dan betaalde ik eigenlijk nog. Ik betaalde niet eens de prijs, want er is dan een tarief dat je kreeg het gratis, zogenaamd gratis, want je betaalde de belasting. Maar je eigen bijdrage was gelimiteerd tot £8 per recept of zoiets. Ja. Maar in Suriname zeggen ze dat er ook rijke mensen lid zijn van staatsziekenfonds. Dus hoe zou dat werken hier? Kijk, nogmaals, je moet onderscheiden de behandeling van de gezondheidszorg en de behandeling van de medische producten. En het is niet de moeite waard, of schoon, ik denk dat het wel kan. Ik denk niet dat het de moeite waard is om in de gezondheidszorg te gaan differentiëren en zeggen, voor die mensen is het vrijgesteld en voor die mensen is het belast. Ja. Ik denk, het zal één level moeten zijn. Differentiaties zijn zelf een risico. Hè? Zodra je begint te differentiëren, dan ga je gaten creëren in het systeem. En complexiteit. En moeilijkheid met acceptatie, en moeilijkheid met de uitvoering en de controle. Dus je moet zo min mogelijk differentiëren. En de beste manier om arme mensen te helpen, nogmaals, is om iedereen te belasten over de prijs en het geld te gebruiken waar het nodig is. Dus een progressieve BTW, toch, die beter is voor zwakkere mensen, krijg je niet door vrijstellingen en nultarieven. Want die vrijstellingen en die nultarieven zijn meer waard voor die mensen die meer geld uitgeven. En mensen die meer geld hebben, geven meer geld uit dan mensen die minder geld hebben. Ja, toch? Dus er is een trap daar. En de progressieve BTW kreeg je. Er is net eentje ingevoerd, hè, voor het eerst in de wereld in Oezbekistan. Net een paar maanden geleden. Er zijn onderzoekers en leads die hier jaren aan hebben gewerkt. Mm-hmm. En wat dat systeem zegt is, luister, je moet niet differentiëren. Je krijgt toch differentiatie. Want het is een maatschappelijk proces. Er is een emotionele reactie. Dus vroeg of laat ga je toch iets differentiëren. En differentiëren is verschillen inbrengen, Ja, verschillen aanbrengen, toch? De mens is eenmaal zo. Mm-hmm.
Als ik zeg ik wil BTW zetten op de medicijnen, dan beginnen mensen omhoog te springen. Ja, wat is dat? De mens heeft die reactie. Maar hun doel wordt niet bereikt door dat middel. Want voor die arme mensen geldt uiteindelijk niet dat ze belasting betalen, maar dat ze de prijs betalen. Toch? En het prijseffect van die belasting, daar heeft men in zeg maar, de beleidsdocumenten nauwelijks of geen aandacht aan besteed. Dus wat die progressieve BTW zegt, is hou dat tarief gelijk over alle categorieën van consumpties. En dan heb je een basket waarvan je zegt, daarop wil ik geen BTW en daarop wil ik geen BTW. En in die progressieve BTW gebruiken ze dan zeg maar technologie. Die zegt, oké, wij kunnen zien wat jij hebt betaald op je app en wat dan ook. En dan krijg je iedere maand geld terug van het ministerie van Financiën op je bankrekening. Op basis van bestedingsinformatie. Die naar het ministerie gaat. Het roept andere vragen op over privacy en zo. Maar zijn benadering, mijn benadering was altijd, hou dat tarief gewoon flat, gelijk. En dan gebruik je die statistieken, diezelfde huishoudstatistieken die het ABS nu gebruikt. Die IMF nu wil gebruiken. Gebruik je die statistieken om te zeggen, wel, zoveel BTW moet hebben gezeten in jouw consumptiebasket. Dus zoveel krijg je terug. En dan kan je iedere 3 maanden of iedere maand dan ook mensen gaan betalen. Of je kan geld sturen naar de ziekenhuizen, et cetera, et cetera. Ja. Hoe meer je belast, hoe meer geld je hebt voor dat sociaal vangnet. Ja. Oké, dan is ook een heet hangijzer de BTW op brandstof. Die is op dit moment 5%. Is dat oké? Zou het omlaag moeten? Zou het weg moeten? Want dat is natuurlijk ook een discussiepunt. Ja, dus het is een heet hangijzer, inderdaad. Want in de wet die een jaar geleden is aangenomen, had brandstof een tarief van 0%. En er waren een paar nultarieven in die wet. In die wet van 29 december of 30 december zijn die nultarieven zwaar uitgebreid, maar is brandstof weggehaald en gebracht naar 5%. 5%. En het probleem daarmee is, de samenhang van die wetgeving begint af te brokkelen, toch? Want die wet heeft allerlei andere maatregelen die de productie duurder maken. Dus brandstof, autokosten zijn niet goed verrekenbaar in de Surinaamse BTW. Ze drukken veel op bedrijfskosten. En dan praat ik niet eens over het consumptie- en sociaal aspect ervan. Dus uiteindelijk, toch, het sociaal aspect komt van de prijzen. Ja. Dus wat je naar moet kijken, is de verwarring van doel en middel. Wat je wil bereiken, is een prijseffect dat stabiel en acceptabel is. En een inkomenseffect, toch? Die mensen die prijzen moeten betalen hebben te weinig inkomen ervoor. Dat je daar een sociaal vangnet voor hebt. Wat wij doen, is wij kijken naar die belastingmaatregel. En dan gaan wij daarin differentiëren alsof dat het heel effect is. Ja, ja. En dat creëert allerlei andere problemen. Problemen. Toch? Dus in die wet van 29 december hebben ze dan zoveel nultarieven bijgevoerd. Ook voor dingen die arme mensen helpen. Maar ze hebben die brandstof verhoogd. En dat heeft invloed op alle prijzen. Ook omdat het niet verrekenbaar is in de meeste productiekosten. Of in een heleboel productiekosten. En het IMF komt dan in mee en zegt, ja, je moet terug naar die wet van 30 augustus. En nog meer. Dus daar zijn wij nu. Ja, ja. En het voorstel dat heeft gereageerd op IMF zegt bijvoorbeeld, wij gaan casino's blijven vrijstellen. Het is gebruikelijk dat casino's zijn vrijgesteld in de BTW. Het is niet zo ongebruikelijk. Omdat er altijd meer bijzondere accijnzen daarvoor worden gebruikt. Maar je kan ze belasten met BTW. Het is ook gebruikelijk dat verzekeringen worden vrijgesteld in de BTW. Maar je kan ze belasten met BTW. Daar moet je speciale methoden voor gebruiken. Daar zal ik straks over praten. Het wetsvoorstel zegt, wij gaan die casino's blijven vrijstellen, we gaan die loterijen belasten zonder speciale methode. En we gaan huishuur belasten met 10% en we gaan begrafeniskosten belasten met 10%. En dat probleem van die cambio's, die sinds 1 januari eigenlijk ook belast moeten zijn, dat probleem wordt ook niet opgelost. Je zegt moeten zijn. De wet per 1 januari belast eigenlijk valutawisseltransacties. Dat is niet eigenlijk, dat is expliciet gezegd in de handelingen. Maar als je de tekst leest, dan belast de wet per 1 januari bijvoorbeeld ook bettingshops. Voor dat soort transacties heb je speciale berekeningen nodig om ze te belasten met een BTW. Omdat hun verkoopwaarde niet gelijk is aan de consumptie.
En de verkoop versus die inkoop niet gelijk is aan de toegevoegde waarde. Dus het verstoort. Je gaat dubbel belasten. Toch? De wet belast ook dubbel in onroerend goed vandaag. Als je onroerend goed oplevert, is het vrijgesteld. Als je het verhuurt, datzelfde onroerend goed, is het belast. Dus als je twee keer belasting in de huursom. Dus Aluma of Carto voorstel zegt dan, we gaan alle onroerend goed belasten met 10% BTW. Ja. Verhuur en verkoop. We gaan, dus ook van je woning, we gaan brandstof belasten met 10% in plaats van 5. Nutsvoorzieningen met 5 in plaats van 0. Dan gaan we kostprijsverhogende, productiebelemmerende vrijstellingen zetten in rijst, toch? Dus als je een rijstmolen hebt, een rijstfabriek, is die hele fabriek van jou niet meer verrekenbaar. Dus jouw kosten moeten in jouw kostprijs van die zak rijst gaan. Dus wanneer je die zak rijst exporteert, is het fiscaal duurder in het buitenland. En het is ook fiscaal duurder op de Surinaamse markt tegenover de geïmporteerde producten. Omdat die geïmporteerde producten hebben minder belasting in hun nettoprijs. Ja, toch? Dus wij belemmeren hier, eigenlijk vermoorden wij het Surinaams productieproces met dit soort maatregelen. Daarom is een flesje water uit het buitenland goedkoper dan een fles water dat in Suriname wordt geproduceerd. Er is een ander aspect daar dat ik ook behandel in mijn voorstel. Dat zijn die accijnsen. Frisdrankaccijns, bieraccijns, alcoholaccijns, tabaksaccijns. Dat zijn de zogenaamde dollaraccijnsen. Mm-hmm. Die accijnsen worden iedere 2 weken verhoogd of veranderd. Iedere 2 weken. Dus in de periode 2011 tot 2023 zijn ze met iets van 12 of 1300% verhoogd. Niemand die daarover praat. Het is best veel. De assemblee heeft in december vergaderd over een ander accijns, namelijk de casinobelasting. Dat is ook een accijns. En die hebben zij verdubbeld na 11 jaar. Dus in diezelfde periode. Hè? Ja. Dus die koers in 2011 was iets van $3 of $4. Toch? Die frisdrankaccijnsen en zo, die dollaraccijnsen, die zijn gesteld in dollars of SRD tegen de dollarkoers. Dat is de formulering. Okay, Dus er zijn constitutionele problemen daarmee, er zijn inflatoren problemen daarmee, prijsverstoring. Het belemmert de concurrentie opnieuw. Het maakt het Surinaams product duurder tegenover de import. Ja. Dus in het omnibusvoorstel hebben wij gezegd, weet je wat, want eigenlijk moeten die accijnsen vertaald worden tegen een koers van $8 en vastgelegd worden in de Surinaamse wet. Totdat de assemblee het verhoogt. Maar die koers is nu al $38. Dus we hebben die koers van $38 gebruikt om die discussie maar even te parkeren. En de assemblee mag altijd kiezen, stemmen, om een accijns te verhogen of te verlagen. Ja. En dat moeten ze doen. Maar ik hoorde u dan net zeggen, een paar minuutjes geleden, dat de BTW op brandstof gaat van 5 naar 10% in die nieuwe voorstel? In het voorstel Aluma Carto gaat die van 5 naar 10. In mijn voorstel gaat het BTW, dus het omnibusvoorstel, gaat de BTW op brandstof van 5 naar 3. Hij wordt verlaagd. En waarom wil dat nieuw voorstel het juist verhogen? Omdat die IMF-basket je weinig beleidsruimte laat. Hè? Ik noem het de IMF-basket. Ja. Maar die household survey, het is een Surinaamse basket van het ABS. Die in, zeg maar, die structural benchmark van die second review van het IMF is beland. Eigenlijk hadden wij daar kritischer moeten zijn over wat daarin ging. Hmm. Maar we hebben het getekend. Toch? Dus we zijn er nu aan gebonden. Ja. En IMF heeft heel expliciet gezegd, als je andere ideeën hebt, moet je ze voorleggen, maar je moet ze toetsen aan die structural benchmark. En het is heel, de beleidsruimte is heel gering. Ik heb maandag nog op de valreep gewerkt om in mijn voorstel ook die maandverband en zo onder dat verlaagd tarief van 3% te brengen. En dat kostte me best wel even wat moeite. Die beleidsruimte, als je echt die 60% wil halen, is heel smal. Dus, maar u had het over uw voorstel. Hoe ziet uw voorstel er dan uit? Dus mijn voorstel, ik noem het een omnibusvoorstel. Het maakt wijzigingen in de BTW-wet, de zegelwet, de bieraccijns, frisdrankaccijns, alcoholaccijns en tabaksaccijns. Het zijn gecoördineerde wijzigingen. Ja. Omdat er op nieuwbouw onroerend goed in mijn voorstel wel BTW komt bij de levering. Maar en er zijn situaties waar de verhuur ook belast is met BTW. Ja. Verhuur van bedrijfspanden, verhuur van woonpanden aan niet ingezetene natuurlijke personen. Toch? Verhuur aan ingezetene natuurlijke personen is vrijgesteld in mijn voorstel. Dus jouw huis wordt niet belast. Het huis waarin je woont wordt niet belast. Maar als je 5 huizen huurt, dan heb je geen vrijstelling voor 4 van die huizen. Ja, toch? Ja.
of als een stichting of een NV een huis huurt, krijgt hij ook geen vrijstelling. Ja, ja, ja. Of als iemand die in Nederland woont een huis hier huurt, krijgt hij ook geen vrijstelling. Ja toch? Dus die, zo heb ik die baby een beetje gesplitst. Ja, ja. Het is niet ongebruikelijk. India heeft iets vergelijkbaars gedaan volgens mij een jaar of twee geleden. Ook om redenen van het beheren van hun woningvoorraad. Die onder stress kwam van zeg maar, de instroom van buitenlanders. Mm. Dus ja, het is niet ongebruikelijk. Okay. Maar in die gevallen waar de BTW van toepassing is, mm-hmm. ga ik naar de zegelwet en dan zeg ik, als die BTW van toepassing is, dan wordt het zegelrecht nul. Dat doet Aluma Carto niet. Aluma Carto brengt dus eigenlijk de druk op onroerend goedtransacties, zowel oud als nieuw, naar 14%, 10% BTW plus 4% zegelrecht. Dus dat is een verschil. En het is niet een verschil van, you know, zoals de ministers graag zeggen, dit zijn beleidskeuzes. Nee, nee, nee. Er zijn technische parameters waarbinnen deze belasting moet functioneren als jij jouw economische activiteit in het land niet wil vermoorden. En als jij de inflatie een beetje wil beheersen. Oké. Okay. Toch? En daaraan heb ik gewerkt. Dus het voorkomen van dubbele belasting is belangrijk omdat het economische activiteiten helpt vrijmaken. En ook omdat het die inflatie helpt dempen, beteugelen. Ja. Dank u. En hetzelfde weer met die dollaraccijnsen. Als ik die stabiliseer tegen wellicht een koers van $38, mm-hmm. dat is de koers van 1 augustus. Ja. Dan heb je tenminste gezorgd dat hij niet blijft stijgen en dat bedrijven als SAB, Fernandez, Rudisa, die hier you know, dranken maken, you know, Coropina, noem maar op. Mm-hmm. Elmer, die stap die ik zo lekker vind. Oh. Toch, even reclame even maken. Ja. Die bedrijven moeten niet doodgemaakt worden met een hogere dollarcomponent in hun binnenlandse productie. Ik heb you know, een tijdje geleden gekeken, gezocht naar landen die accijnstarieven in dollars vaststellen. Ik heb maar twee gevonden. En die zijn? Argentinië en Zimbabwe. Als dat onze aspiratie is, dan zijn we op het juiste pad. Helemaal. Ik heb in uw voorstel ook gelezen over amusement, BTW op amusement en events. Ja. En het zou gaan van 2% naar 10%. Waarom? Ja, die 2 is maar een technisch punt in mijn voorstel. Dus ik geef een waarde, een belastingopbrengstwaarde aan de vrijstelling. Want de vrijstelling heeft een belastingopbrengst. Een nultarief heeft geen belastingopbrengst. Klopt. Dus die belastingopbrengstwaarde die ik geef aan de vrijstelling in mijn model is 2%. Het is een analytisch model dat ik heb geschreven. Okay. Om die dingen te vergelijken. En dan zie je dus, ik ga van 2 naar 10, omdat ik ga van vrijgesteld naar standaard. Dat doet Aluma Carto ook. Dus in dat opzicht zijn ze gelijk. En er zijn technische redenen, toch? Kijk. Aluma Carto is eigenlijk geschreven onder druk van je moet die 60% halen. Mm-hmm. En er zijn weinig technische principes onder wat ze daar doen. Bij mijn werk is er veel meer technische benadering van wat ik doe. En er is een technische reden om vermakelijkheden niet te differentiëren van bijvoorbeeld recreatieorde. Mm-hmm. En recreatieorde niet te differentiëren van bijvoorbeeld hotels. Het zijn van die economische activiteiten die gauw op elkaar gaan lijken. Gaan lijken, ja. En als je daar gaat differentiëren, dan ga je alleen maar fraude en fouten stimuleren in de uitvoering. Maar op dit moment wordt er binnen die sector vermakelijkheid en artiestenbelasting betaald. Correct. Gaat dat wil zeggen, dan komt er BTW bij? Of? Het komt erbij. Hè? Dus zodra je een algemene verbruiksbelasting hebt, dan gaat die alle accijnzen verhogen met 10% in het geval. Dat doet een BTW, dat doet de omzetbelasting ook. Dus wat beleidsmakers moeten doen, wanneer je BTW of omzetbelasting hervormt of invoert, je moet gaan naar al die accijnzen zoals ik ben gegaan naar die dollaraccijnzen. Er is weinig tijd. En ik heb, you know, ik ben niet de minister of zo, dus ik kan maar zoveel voorstellen. Mensen raken al een beetje geïntimideerd omdat ik zoveel dingen voorstel. Maar er is veel meer te doen. Mm. Wij moeten die accijnzen die je daar noemt ook hervormen, verlagen of verwijderen. Liefst verwijderen, want die sector is, het doet ook al zoveel moeite to exist om te bestaan. Dus maar als er taak, ook nog een keer 10% BTW opkomt. Dat is de taak van de beleidsmakers. Ja. Ik heb niet de tijd gehad, het werk dat ik heb gedaan is in heel korte tijd gedaan. Dus ik heb niet de tijd gehad om het allemaal aan te raken. En als ik het wel had gedaan, dan zou men nog bozer op mij zijn dat ik zoveel dingen doe, toch? Want mensen op het ministerie zijn niet blij wanneer mensen komen en zomaar op hun feestje gaan stappen, toch? Oké.
Oké, meneer Isaias, IMF heeft gevraagd dat de wet veranderd wordt, aangepast wordt, laten we zeggen aangepast wordt. De derde review is volgende maand, is ergens in september. En van de heer Eckhorst heb ik begrepen dat het liefst voor eind van de maand, dat is morgen, die wijzigingen er zouden moeten zijn. Voordat DNA op reces gaat. Ziet het er naar uit dat we die wijzigingen krijgen? Twee dingen. De IMF deadline uiterlijk, het uiterste deadline is iets van 13 of 14 september. Ja. Maar het liefst natuurlijk voor 1 september. Het DNA-reces speelt daar een rol, omdat wetgeving nodig is. Ja. Ik begreep dat het reces volgende week ingaat, niet deze week. Mm-hmm. Dus er zijn nog een paar dagen. DNA-leden zullen moeite hebben met het voorstel Aluma Carto, toch? Als je naar een DNA-lid gaat en je zegt, vind jij het een goed idee mm-hmm. om casino's vrij te stellen, maar begrafeniskosten te belasten en huishuur te belasten en brandstof te verdubbelen, dan zegt hij, nee, dat vind ik geen goed idee. Okay. Toch? Ik heb dat ook aan meneer Carto gevraagd en dat was precies zijn antwoord. Yeah. En daarom is er veel steun voor wat ik voorstel. Of zij dat opnemen, dat ligt uiteindelijk aan hun. Ik heb gewoon gewerkt samen met de Kamer van Koophandel om ervoor te zorgen dat een alternatief op tafel ligt. Mm-hmm. Die ook voldoet aan de IMF-eis. Okay. Wel of ook. Ja. Dat is een andere discussie. Want als wij niets doen, is het IMF, althans in ons gesprek, heel helder geweest. Mm-hmm. Dan haal je die tranche niet. Ja. En als je die tranche niet haalt, dan heb je diezelfde problemen van jullie vorig jaar. Ja. Als DNA meegaat met groot deel van uw voorstel, gaan wij als volk het merken dat het een beetje lichter wordt hierna? Laten we elkaar niet voor de gek houden. Dit zijn lastenverzwarende maatregelen. Alleen heb ik in mijn maatregelen een paar dingen gedaan die het hopelijk beter maken. Ik verbreed het namelijk. Ik heb technische maatregelen genomen om dingen als valutawisseltransacties en kansspelen te belasten. Dus dan heb je meer keuzes binnen de wet. En dan heb ik die keuzes ook gemaakt. Dus als jij 100 euro gaat wisselen, laat maar het voorbeeld even geven, want mensen raken in de war. Als je 100 euro gaat wisselen, dan ga je 10% BTW betalen, toch? Oké. Okay. Maar dat is niet 10 euro. Het is misschien 50 cent. Het is 10% van de toegevoegde waarde van die valutawisselaar. En die toegevoegde waarde wordt gemeten door zijn provisies, die zijn tegenwoordig nul. Mm-hmm. Maar ook zijn koersmarge. En als je kijkt naar die cijfers bij de centrale bank, want die dingen worden daar gerapporteerd maandelijks of wekelijks, dan zijn die koersmarges in Suriname, althans de sector die rapporteert, 3-5%. In het buitenland, toch in Europa waar ik vandaan kom, Engeland, vaak 1%. Of, je praat over dat soort smalle marges. Yeah. Maar in Suriname zijn ze hoger. En wat mijn voorstel doet, is het sluit aan bij de marges van de firma. Toch? En dat moet ieder kwartaal gemeten worden. Ja. En die marge van het kwartaal wordt dan gebruikt voor alle transacties in het volgende kwartaal. En dan blijf je zo aanpassen. En dat is nodig omdat hij ook moet factureren. Omdat valutawisseltransacties gebruikt worden door bedrijven en consumenten. Mm-hmm. Maar nogmaals, die druk is niet 10% van het bedrag. Zoals de wet nu eigenlijk zegt. Want dat is vandaag de wet. Hè? De wet zegt, het is belast. Maar de wet zegt niet, die berekening werkt anders dan normaal. Dus de verkoopwaarde is met 10% belast vandaag. En in de realiteit wordt dat gelukkig niet uitgevoerd. Maar, you know, er is een probleem. Dus ik heb dat probleem opgelost. Ja. En door dat probleem op te lossen, heb ik ook de belastinggrondslag verbreed. Mm-hmm. En doordat ik die pijn breder spreid, wordt het toch wel iets lichter voor individuele consumenten. Snap je? Okay. En doordat ik bijvoorbeeld die BTW op brandstof verlaag, en dat kan ik alleen maar omdat ik die pijn breder spreid, wordt dat ook weer iets lichter. Ja. Okay. En doordat ik die drankaccijnzen, die dollaraccijnzen vastleg, dan vermijd ik ook andere problemen die helpen met het bestrijden van inflatie. Want wij hebben in Suriname een inflatieaddictie. Hè? We hebben een gigantisch probleem met inflatie. En ik vind dat wij daar gewoon niet urgent en agressief genoeg over zijn. You know, inflatie moet je met urgentie en agressie bestrijden. Je moet niet staan en kijken en wachten. 50-60% inflatie is niet normaal. En er zijn te veel mensen in het land die dat normaal beginnen te vinden. Ja.
Ja, omdat we het bijna niet anders kennen dan dat. Maar goed. Meneer Isaias, we zouden nog een hele poos door kunnen gaan, want de uitleg is belangrijk. Maar ik denk dat we dit in de gaten moeten houden, sowieso als er een nieuw voorstel er is in DNA. En ik hoop dat we u dan nog een keer eens mogen uitnodigen om ons uit te leggen hoe het dan wel gaat werken in de praktijk. Voor dit moment bedankt. Anytime. Alsjeblieft. Ik hoop dat u iets heeft gehad aan deze uitleg van de heer Isaias. Het is een beetje een ingewikkelde materie, maar ik hoop echt dat we dit begrijpen. En waarom de pijn er is, maar misschien is er een klein lichtpuntje dat de pijn wat lichter wordt. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. Graag tot de volgende keer.